Dan moeten we nog even naar de volgende street art kijken, want daar zien we ene en nullen op staan. Ja, dat doet natuurlijk heel erg denken aan hacken. Hoe vaak zie je die eentjes en nulletjes wel niet in films voorbij komen? Met zo'n groene lettertype en dan een zwarte achtergrond. Wederom een verwijzing naar Daniel als mol. Ook mochten de kandidaten die in de propswinkel stonden letters bij hun foto's toevoegen. Er werd specifiek bij gezegd dat er maar drie letters bijgevoegd mochten worden. Ja, dan kun je natuurlijk wel de letters M-O-L vormen. Dus misschien zat de mol wel... In de props studio. Nou, de beste hint in mijn ogen, die heb ik voor het laatste bewaard. En die gaat over de eliminatie van deze aflevering. Want we zien namelijk op de achtergrond, wanneer Rick aan tafel zit met natuurlijk de laptop. Een waarschijnlijk bouwvakker op de achtergrond lopen, maar hij heeft een blauwe helm. En dit zou dus kunnen verwijzen naar die eerste opdracht van deze aflevering. Daar had Nabil ook een blauwe helm op.